Hey en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het Zultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, hoe waren de kermissen die we allemaal deze week gedaan hebben? Het hadden er eigenlijk 8 moeten wezen. Het zijn er in totaal 5 geworden. Ja. Leiden was echt een teringzootje. Jullie hebben het gehoord in de vorige vlog. Was echt een rotzootje was het. Ja, toen zijn we nog de bloembellenvelden gedaan en zijn we nog even terug naar de kermis geweest op de Haag. Maar hoe waren de kermissen? Nou, kermissen waren leuk. Op die van Leiden dan. Hè. Maar voor de rest was het wel een leuk weekend. Oostvoorne geweest. Leuke kleine kermis. Was leuk om te doen. Ridderkerk was ook heel leuk. Ondanks dat hij klein was, vond ik hem fantastisch. Goed gedaan, Ridderkerk. Zeker weten, een plekje. Pijnhokken. Ja, dat was een straatje. Dat was echt helemaal niks. En daarna Rotterdam natuurlijk. Rotterdam, superkermis. Ik miste wel de breakdance, miste ik. De overdekte breakdance, die miste ik. Die stond natuurlijk in Den Haag. Staat er zo eentje. En de reactor, die was er. Dus dat was wel heel erg leuk, was dat. Ik heb het wel mijn eigen heel erg gemaakt. Nou, dan komen we op zondag. Ja, toen naar Leiden gegaan. Jullie hebben het gehoord. 1 grote bende was het. Ik heb dit nog nooit in mijn carrière meegemaakt. Dat je zo in de maling genomen wordt. Belachelijk was het. Het was echt niet normaal. Dus schaam je Leiden. Deze staat ook gelijk onderaan mijn lijst. Want kermissen zoals deze verdienen geen hoge plaats in ieder geval. Kermisvolk kan het ook wel eens verpesten voor de kermissen. En helaas jongens. De mensen die op die kermis waren, die hebben deze dag verpest. Dus helaas zal Leiden onderaan mijn lijst staan van kermis. Top zoveel. Want ik ga natuurlijk dit jaar ook weer een top zoveel kermissen maken van de beste kermissen van dit jaar. Van beneden tot aan numero uno. Dus die ga ik ook maken. Dus waren de kermissen eigenlijk, jongens. Ik vond het waren leuke kermissen bij. Waren één hele slechte kermis bij. Maar voor de rest, Oostvoorne, Ridderkerk, Pijnhokken, Rotterdam. Ja, ik heb het wel naar mijn zin gehad. Ik heb echt wel een leuke kermis gedaan. Zeker Rotterdam, waar ook weer mijn favoriete frietkraam bij was. Ik zal even gelijk ook even een stukje laten zien. Want er was iemand op YouTube. Ook een kermisfanaat van, joh, welke patatzaak bedoelen jullie nou elke keer met de beste patatzaak? Ja, dat is een persoonlijke mening ook. Hè? Dat is een persoonlijke mening. Iemand anders kan een andere mening hebben. Mijn persoonlijke ervaring. Dat ik dat de beste vind. Dus in ieder geval, dat waren de kermissen een beetje. Ik ga hem maar weer neerleggen, want ik heb een beetje last van een schorre stem. Mijn stem die begeeft het even een beetje. Wordt er weer een vlog verpest. Nou, in ieder geval jongens, bedankt voor het kijken. Dit waren de kermissen van het paasweekend. Ik hoop dat jullie ook genoten hebben van de video's die ik wel gemaakt heb. En ik spreek jullie allemaal goeds van deze kant. Abonneer op mijn kanaal. Druk op belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden. Abonneer, like. En dan spreek ik jullie allemaal weer bij een gloednieuwe vlog hier op mijn kanaal. Jongens, groetjes, mijn stem die bekijkt het. Mijn stem die begeeft het een beetje. Dus in ieder geval bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Groetjes van deze kant. Bye bye. En...